Let's... Als klok, hè? Wat is dit? Ja, dat komt zo. Oh, okay. Dus let er maar even niet op. Zo. Ik let er even niet op. Hoe gaat het? Het gaat hartstikke goed. Ja? Ja, het gaat hartstikke goed. En met jou? Ja, ook goed. Ja? Hey, je ziet hier wel onwijs leuk, moet ik zeggen. Zit hier lekker, hè? Ja. Ja. Dit is een goed huis. Heb je dit nou een beetje door... Nee. Door Jan laten doen? Nee. Nee? Hij komt hier wel vanavond, dus ik moet even afwachten wat hij ervan vindt. Is hij hier nog nooit geweest? Nee, nog niet. Oh, gewoon er net. Maar dan krijg je een bak commentaar natuurlijk. Nee, dit is goed. Dit gaat goed. Ja? Ik bel vanavond en dan is het goed gekomen. Denk maar, het wel. Maar hoezo denk je dat het goed is? Ja, omdat ik nu inmiddels wel door heb wat die tekeningetjes van, ja, van hem, hoe die eruit zien. Ja? En het komt redelijk overeen. Ik zou niet weten hoe hij het anders had moeten doen. Maar wat me wel een probleem lijkt bij jouw programma is dat... Je ziet dat iedere week, je doet dat iedere week. En je wil elke week weer wat anders. En dan kom je thuis en denk je, ja, we gaan de hamer erin. De moken rammen. Ja, maar dan doe ik het maar niet bij mijn eigen huis, dan doe ik het maar bij anderen. Hey, maar waarom denk jij dat het zo ontzettend moeilijk is voor vrouwen op de Nederlandse tv? Bijvoorbeeld BNN, ik bedoel... Wij, ik zal even... Ja. Het logo in beeld. Ja. Hebben daar onwijs veel probleem mee met vrouwen. Wat bedoel je met vrouwen? Nou... Met vrouwen die het leuk vinden of vrouwen op televisie te krijgen? Nee, nou, allebei eigenlijk. Die het leuk vinden... Ja. En om een goede prestatrice te vinden. Maar laten we bij het eerste beginnen. Waarom kijken ze nou niet? Kijken er alleen maar mannen? Nou, over het grootste deel te wel. Waar? Ja. Wat ik mis, ja? Zijn lekkere mannen om naar te kijken. Ja, Bart, je bent geweldig, je bent briljant, je hebt het helemaal in je, maar lekker ben je niet. Mooi. Hè? Je bent lief, je bent schattig, je bent geweldig, maar een lekker ding moeten we nog hebben. Echt gewoon zo'n Brad Pitt typeje. Ja, oké. Okay. Ik noem maar wat. Ja, ja. Goh, wat is dat toch altijd leuk, dat die vrouwen zo lekker eerlijk zijn. Zo. Ja, niet lekker eromheen draaien. Zo. Nee, gewoon huppatee, laten we eerlijk zijn. Ja, ja? Wat nog meer? Ja, romantiek zit er ook niet in, hè? Nee. Het is allemaal een beetje rouwdouwerig. Het is een beetje van, wij zijn stoere mannen en wij laten wel even zien hoe het allemaal in elkaar nou ja, zit. Niet er zit geen ballet in of zo. Nee, dat maar dat hoef ik ook niet. Ik hoef geen ballet. Romantiek. Ja. Er moet een keer, ik weet niet of dat de romantiek hoeft niet echt in man en vrouw en kust elkaar en niet die romantiek. Maar ik moet iets voelen. Dat ik denk van, leuk. Romantiek. Ja. Echt alsof jullie vrouwen het aanvoelen. Jullie hebben er een neus voor, hè, zeg maar. En doen ze een woonprogramma. Nee, nee, even een stap terug. Romantiek. Dat is hem. Dat is hem. Goh, hoe fiets je deze er even in? De romantiek, hè? Ja. Zullen wij daar dan eens wat aan doen? Een kijk, romantiek. Nou... Wat wil je, Bart? Dit is een kistje. Ja? Ja? Nee, er gaat nog geen belletje. Oké, okay, ga door. Nou? Ook qua hoogte. Ja, ah, sorry, hè? Ja. Het lichtje gaat branden. Kijk, en ik het duurt heb even. Voor het geval je echt... even kijken hoor, wat ik heb... Ik ben wel snel verkouden, hè, Bart? Ja, dan neem ik op de koop toe, hè. Het is tenslotte jullie. Ik... Nou ja, er valt ook niks aan de doen, zo. Natuurlijk liet het echt geweldig. Het zit geweldig. Maar die romantiek, ik word altijd een beetje raar. Ik word een beetje hyper van, hè? Ja. Ja. Moeten we even gaan zoenen? Ja, eigenlijk nou, wel. Kruip op dat krukje van je. Wat zijn vrouwen daar toch makkelijk in? Vandaag... Heb je al met iemand anders gezoend vandaag dan? Wacht even, ho. Vandaag? Ja? Nee, vandaag niet. Oh, oké. Okay. Nee, maar elke niet. Week ga je eventjes proberen... Ja, ja. Maar ik begrijp nu ook ineens waarom het nooit zo wilde lukken toen ik 16 was. Ik had het gewoon moeten vragen. Misschien dat het was. Maar je draait er nog steeds een beetje omheen, Bart. Nee. Volgende keer mag je gewoon zeggen... Luister, ik denk dat er maar één oplossing is. Ja. We moeten zoenen, wat zoek je? Of dat naar beneden kan. Ja, ik ben daar toch een hele raar in. Nou, dan doe ik dat. Maar je wil niet dat ze het zien? Nee, ik liever niet. Pas op televisie. Ja.
Oké, deze ook nog, Bart? Voor je gevoel? Ja, die ook nog. Wat doe je? Zo. Oh mijn god, ik word er helemaal zenuwachtig van. Gek is dit, hè? Ja? Ja, want op, je hebt ja gezegd, maar op een gegeven moment moet het er toch van komen. Weet je wat ik de volgende keer nog mee moet nemen? Nou. Zo'n dingetje wat je in een vliegtuig krijgt, dat je dat gewoon... Dat je zo doet? Ja, met fotootjes van Brad Pitt of zo, dat zie je ook niet, maar erin. Nee, maar als je ogen dicht doet, dan kan je toch ook wel een beetje... Was je dat hele BNN nou nooit meer vergonnen, hè? Alles om die vrouwelijke kijk naar te kijken. Oké, Bart. Dus zo. Zo? Ja, en dan...